Ik ben Rob de Wijk, de grondlegger van het HCSS. En mijn nieuwe boek is net uit. Dat heet De Slag om Europa. En dat gaat over de vraag hoe Rusland en China dit mooie continent onder controle proberen te krijgen. Wat je ziet is dat Rusland en China proberen om afhankelijkheden te creëren die ze kunnen omzetten in politieke invloed. Dat doet China met het Belt and Road initiatief, de nieuwe zijderoutes. Rusland probeert dat op een heel andere manier te doen, namelijk door middel van subversieve activiteiten, het verspreiden van desinformatie en ga zo maar door. En op die manier proberen ze eigenlijk Europa, de Europese Unie, maar ook de NAVO uit elkaar te spelen. Als dat gebeurt, ja, dan worden ze daar feitelijk zelf sterker door, omdat een sterke NAVO en een sterke Europese Unie de politieke ambities van zowel Rusland als China in de weg staan. Ik denk dat de uitbraak van COVID-19 in 2020 echt een gamechanger is geweest in Europa. Europa heeft gezien dat landen als China en Rusland proberen gebruik te maken van de vermeende zwakte van de Europese Unie, van de NAVO. En op die manier ook hun invloed hebben proberen uit te breiden in Europa door middel van bijvoorbeeld het zenden van medische hulpgoederen. Dat hebben de Chinezen gedaan, dat hebben ze gedaan via het Belt and Road initiatief. Maar de Russen hebben dat ook gedaan bilateraal, bijvoorbeeld in de richting van Italië. Dat is eigenlijk gewoon niet goed gevallen, omdat wat er tegelijkertijd gebeurde, is dat er ook zowel uit Rusland als uit China een hele hoop desinformatie onze kant op werd gegooid. Tegelijkertijd zag je dat beide landen ook assertiever werden. Bij China is dat helemaal evident. Hè. Ze hebben geprobeerd meer grip te krijgen op de Zuid-Chinese Zee. Ze hebben geprobeerd om Hongkong te onderdrukken, Xinjiang binnen Mongolië, ga zo maar door. En dat is eigenlijk niet goed gevallen in Europa. En Europa is zich door deze hele situatie meer dan ooit overtuigd geraakt van zijn eigen kwetsbaarheid, waar iets aan moet worden gedaan. Dus zeg maar, het hele idee van strategische autonomie, daarvan zie je dat die door de COVID-crisis is aangejaagd. Nou, in algemene zin denk ik dat voor Oost-Europa, waar ik op dit ogenblik zit, is dat men zich buitengewoon veel zorgen maakt over de energieafhankelijkheid van Rusland. De hele discussie over Nord Stream 2 in de context van bijvoorbeeld Navalny, van moeten we wel zo afhankelijk zijn van Russisch gas, is daarbij een hele belangrijke. En natuurlijk China, die probeert door middel van investeringen in infrastructuur, maar ook door de overname van bedrijven, veel meer grip te krijgen op de handelstromen en de high-tech hier in dit deel van de wereld. Dat baart ze ook zorgen. En je ziet nu al dat er enorme terugduwende bewegingen zijn in Oost-Europa. De regering van Litouwen heeft al gezegd van we hebben eigenlijk helemaal geen zin meer in dat zogenaamde 17+1 overleg met China. Dus stappen we uit. Ze hebben bedenkingen bij het Belt and Road initiatief. Dus daar is op dit ogenblik echt wat aan de hand en daar gaat het feitelijk gewoon over.